the place for me. London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Linde, ik heb een vaag vermoeden dat we hier redelijk goed zitten om een antwoord op jouw vraag te vinden. Wat denk jij? Ik hoop het wel. Ja, nou, ik weet het bijna wel zeker, want voor alle duidelijkheid, jouw vraag is hopelijk nog steeds... Waarom begint het millennium in Londen? Ja, het millennium schijnt dus in Londen te beginnen, dat wist ik ook niet. Maar het is zo. En wij gaan dus onderzoeken hoe dat nou komt. Ik stel voor om het gewoon maar te vragen aan de mensen hier. Maar even één ding is heel belangrijk. Be polite. Oké. Alright. 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 What? Why starts the millennium in London? Oh, I don't know. I don't know. I thought it would start in Luxembourg. No, the first place it's going to be is in Australia, isn't it? New Zealand. So it doesn't first, start in no, London? No, no. Well, it's London's a big city. It's a capital city. So... But Amsterdam is also a big city. Yeah, but London, London's better. Oh, that's it. Dit is een eiland. Ja. En dit begint bij Engeland, bij het begin van het wereldbol. Want je begint eigenlijk een beetje bij Engeland. In England, you have an hour different to the rest of Europe. Do you know why it is London? No. No, not really. No. Why is it? Why is it? We don't know. We ask you. Why starts the millennium in London? Why does the millennium start in London? Yeah. I've absolutely no idea. No, it's to do with Greenwich Mean Time. It's Greenwich Mean Time? Yeah, Greenwich Mean Time, which is where they take the time from all over the world. Yeah. And that's Greenwich is in London, very near to the Millennium Dome, and therefore they've started it here. So Greenwich is here. So Greenwich is in London. To know exactly how it comes, we have to go to Greenwich. Yes, if you get on the tube, it'll take you to Greenwich. Well, we have got ourselves a camper, eh? You got a camper van? Well, we have a camper. Hoe staat de meid? Ja, wel goed. Wel goed, niet te enthousiast, hè? We zijn nu in ieder geval al helemaal in stijl, we zijn millennium proof. En kijk even daar, Greenwich Meridian, daar staat het ook nog eens een keer. The millennium starts here. Dus hier begint het nieuwe millennium en nergens anders op de wereld. Maar waarom hier? Ja, gaan we nu achter proberen te komen. Want dat zou zomaar Maria kunnen zijn. Hallo, you're Maria. Hi, hi. Hi, I'm Jochem, this is Linda. Hi, Linda. Millennium girl. And, well, she's got a question for you. A What's very your question? One. Why the millennium starts here in London? The millennium starts here because we have got the prime meridian. So Linda is walking now on the famous prime meridian. This is it. This is the prime meridian. It's an imaginary line, yeah. And it starts from the North Pole, goes down to the South Pole, and it divides the eastern and the western hemispheres. And it's the point from where all time is measured for all the world. So, in fact, time starts here. Time starts here. Begrijp je dat een beetje? Het verdeelt dus oost-west en de tijd begint dus hier. Ja, ik begrijp wel van het oost en west, maar dat de tijd hier begint. Ja, time starts here. She doesn't understand that. I can explain it better if we look at a globe. So here we have the meridian line marked on the ground, and here you can see it marked on the surface of the globe. It runs from the North Pole down through Great Britain, France, Spain, Africa, down to the South Pole. And it helps to divide the surface of the Earth into 24 equal segments. And there, each segment keeps a different hour in time, and there are 24 hours in the day. So when it's midday on this side, it's midnight on exactly the opposite side of the Earth. I can show you better here, because here you can see that this is the zone that has the United Kingdom and Greenwich, and these are the zones ahead in time, and these are the zones behind. Okay, let's see an example. Now it is 3 o'clock here in Greenwich in the afternoon, and when we go that side, and for example we have Greenland, we have here Groenland, then is it in Groenland dus, als het hier 3 uur middags is? 12 uur middags. 12 uur middags, 3 uur vroeger. Als we de andere kant op gaan, dan gaan we bijvoorbeeld, nou zeg even hier, komen we bij Saoedi-Arabië, altijd leuk. 6 uur. 6 uur, 3 uur erbij. So that makes the time difference. That's right. And more. Okay. Hè? Maar hoe zit dat dan? Want kijk, hier, dit is wel de zone. En Nederland zit in dezelfde zone als Engeland. Maar toch is het daar een uur later. Hoe zit dat?
Hey, je bent erg scherp vandaag. That's a really good question. Mm-hmm. This is the zone that United Kingdom and Greenwich have decided to keep this time. But Holland has decided to keep the same time as the rest of Central Europe in this zone. And so it's a convenient agreement. Afspraak. Yeah. Rio, why did they invent the time zones? Well, in the olden days, people measured time using a sundial. Mm-hmm. But using a sundial, it means that different towns have different times. Even in Holland, there's a few minutes difference between different cities if you're mm-hmm. using a sundial. And so when the railways were introduced back in the 1800s, they needed to standardize time for their timetables. And in America, the problem was even greater because there's about a 5-hour time difference between the east and west coasts if you're using a sundial. And so they invented the time zone system as a way to divide the land and to measure time and to create good timetables for the railways. To get on time with the train. That's right. That's it. So here we have a photograph of all the people that went to a big conference held in Washington, D.C. in 1884. It was called the International Meridian Conference, and they discussed lots of different things to do with keeping time throughout the world. And one of the things they discussed was where to have the prime meridian of the world. And that's when they voted the meridian at Greenwich. Mm-hmm. And was there one of the Netherlands? There is. It's this gentleman here, Mr. De Wekelin. Mr. De? De Wekelin. Oh, it sounds great. But why didn't he and the other man voted for Amsterdam? One of the reasons was that Britain had a very important navy at the time and lots of people used their maps. And so to choose the Greenwich Meridian used on those maps meant that it was easier. You say in Greenwich we start the millennium, but Holland is 1 hour ahead of you. So in fact, the millennium starts in Holland 1 hour earlier. Hey. You didn't think of that. We did think of that. Mm-hmm. You'll start celebrating the millennium an hour ahead of us, but officially the millennium won't begin until it's midnight here on the prime meridian for the whole world. Het begint wel echt hier. And another thing, a lot of people will be celebrating a year too early. The new millennium doesn't begin until the year 2001. No, that's a joke. Is it real? It's true. And it's because in the Middle Ages, there was a little man who decided to calculate the years and he forgot to include the year zero. And so counting begins with the year one. So in fact, we are one year ahead. We zijn hier gewoon een jaar te vroeg. Zitten we te kijken? 1 jaar te vroeg. Het is pas het... De nieuwe millennium komt pas in 2001. Oh. Maar wacht even. It's world news. It's a scoop. It's hot news. It's hot news. So we know what the rest of the world doesn't know. And we have to do something with that. Yeah, cool. Nou, op naar minister-president Kok. We moeten alleen even goed nadenken hoe we dat gaan vertellen. Want het is natuurlijk niet niks waar we mee aankomen. Nee, hij zal wel opkijken. Hij zal absoluut opkijken. Wacht even, sorry. Met Jochem? Ja? Niet naar Kok? Waarom niet? Dat wist ik niet. Ja, dat is goed. Ja, bedankt voor de tip. We moeten niet naar Kok, we moeten naar de millenniumminister. Er is een speciale millenniumminister en dat is Van Bokstel. En die zit op Binnenlandse Zaken. Oh, dan gaan we zeker meteen vertellen dat hij zijn vakantiedagen kan opnemen. Dat vind ik goed. Ja. Oké, meneer. Ja? Was u van plan niet te blijven staan? Ja, heel even. We moeten naar minister Van Bokstel. Nee, dat kan echt niet. U zult die auto echt van zijn meneer moeten zetten. Ja, maar wacht even. Het is echt heel belangrijk. We hebben heel belangrijk nieuws voor hem. Ja, maar je kan hem iets verder op neerzetten. Het is 50 meter verder en daar staat hij perfect. Hij staat hier in de weg. Weet je wat? Ga jij vast naar binnen. Zorg jij dat je de minister te pakken krijgt, dan zet ik hem even weg, hè? Ja, oké. Zie ik je zo. Ja. Dankjewel. Ja, oké. Goedemorgen. Kunt u mij vertellen waar minister Van Bokstel zit? Heeft u een afspraak? Ja. Kamer 311, derde etage. Oké, heel erg bedankt. Goedemorgen. Ja, goeiedag. Dag, Roger Van Bokstel. Hallo, ik ben Linde van Willem Wever. Dag Linde.
Wat een verrassing, zo 's ochtends vroeg. U gaat toch over het millennium? Ja, dat klopt. Ik kom net uit Londen, bij Greenwich. Ja, ik heb dus gehoord in Greenwich dat het millennium pas in 2001 begint. Ach, nee zeg. Hoe kan dat nou? Wij zijn al jaren bezig om nu het millennium op te lossen met 2000. Dan heb ik dat allemaal voor niks zitten doen. Ja, kunt u ons niet helpen dit nieuws te verspreiden? Nou ja, ik ga zo naar de ministerraad, dus ik ga al mijn collega's vertellen. En meneer Kok kan allemaal zeggen dat het dus een andere datum is. Maar hoe snel weet Nederland het dan? Nou ja, kijk, als je naar het Binnenhof gaat, daar wemelt het van de journalisten. Nog meer dan Tweede Kamerleden. Dus als je die nou ook allemaal aanspreekt, dat zal ik ook doen, dan kunnen we het misschien nog net op tijd allemaal vertellen aan de mensen. Hoi. Waar was je? Ja, ik moest de camper toch wegzetten. Maar waarom sta jij nou hier? Is die er niet? Ik ben er net geweest. Wat? Kijk, deze heb ik gekregen. Je bent al bij Van Bokstel geweest? Ja. Oh, en dat is mooi. Maar wat zei hij dan precies? Ja, hij vond het vreselijk. Hij vond het vreselijk? Ja. Hij zei dat hij het ging vertellen bij de ministerraad. Hij gaat het in de ministerraad vertellen? Ja. Dat is goed. Dat is goed, dat heb je goed gedaan. Hij zei ook dat we het aan een paar journalisten moesten vertellen. Dat is een goede tip. Ook niet. Hé, hey, is dat niet iemand van het journaal? Ja, helemaal goed. Hallo. Job Friso, hè? Ik ben Job. Goed Hallo. Gezien, Job Friso van het journaal. Ik zocht jullie al en ik ben door jullie redactie gebeld. Jullie zouden nieuws hebben, groot nieuws. Ja, groot nieuws. Ja. Ja, we hebben een wereldprimeur. Zo? Echt? Ja, we komen uit Greenwich en dat heeft te maken met het nieuwe millennium. Want het nieuwe millennium begint niet over 4 dagen, maar pas volgend jaar. Zo? Iedereen is 1 jaar te vroeg. Dat is echt heel groot nieuws. Dat lijkt me wel, ja. Dat moeten we aan de kijkers van het journaal gaan vertellen. Lijkt me een goed plan. Lijkt me een heel goed plan. He? En dat krijg jij zomaar gewoon en vergaat nou, van zeg, ons. Dat is wel een meevaller. Ja. Wat betekent jullie ontdekking nou voor de Nederlandse samenleving? Nou, in ieder geval dat we niet goed kunnen rekenen. Nee, inderdaad. Maar het heeft natuurlijk ook heel veel gevolgen. Als je denkt aan de millenniumreizen die geboekt zijn, de vliegreizen. Nou, die moeten allemaal geannuleerd worden. Alle festiviteiten moeten ja uitgesteld worden. Dus er blijft ook veel meer geld op de bank staan. Dus het heeft ook financiële gevolgen. De millenniumbabies zijn geen millenniumbabies, maar zijn gewoon 2000 baby's. Kortom. Nou, ik vind het nogal ver gaan wat je hier vertelt. Dus je kunt wel zeggen dat het heel goed is dat jullie die vraag gesteld hebben.